Hallo allemaal, we zien hier onze grasmaaier staan en daar gaan we afscheid van nemen. Met deze maaier heb ik 11 seizoenen mogen maaien en uh, ik heb hem ingerold. De maaier staat hier in de winterstalling, strak ingeparkeerd tussen de andere machines. Met deze maaier heb ik met heel veel plezier gemaaid. Prima maaier, is me heel goed bevallen, maar ik ruil hem toch in en dat doe ik omdat hij op leeftijd komt en ik bang ben dat er op een gegeven moment meer onkosten gaan komen. En dan lijkt het me een mooi moment om hem in te ruilen. En dan is het hier vrijdagochtend 6 januari 2023. We koppelen de maaier nog één keer aan en dan gaan we hem wegbrengen naar schoonovenservice. Daar heb ik hem mee geruild. En daar staat hij klaar voor vertrek, smorgens vroeg. En als ik het goed begrepen heb, dan is deze inmiddels al doorverkocht aan een opkoper uit Polen. Die is de dag ervoor ook bezig kijken bij de maaier. Dus dan hopen we dat daar nog goed gebruik van de maaier gemaakt kan worden. En hier laat ik ochtends om 9 uur de trekker met maaier achter bij Schoonhoven Service en dan zullen ze daar de nieuwe Maaier die ik gekocht heb achter de trekker bouwen. En wat voor Maaier dat is, dat laat ik allemaal uitgebreid zien in een volgende vlog.